Mevrouw Nanampandi, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Spier. Ja, hoe gaat het met u? Het gaat. Ja, misschien dat we kunnen beginnen bij uw proefschrift. Welke ging over de culturele verklaring over de psychiatrische problematiek. Wat moeten we daaruit halen, mevrouw Nanampandi? Ik ben niet onlangs, ik ben op 19 februari, op 20 februari wordt het 3 jaar geleden dat ik gepromoveerd ben tot doctor in de medische wetenschappen. En het proefschrift heb ik geschreven om voor het groter publiek bekend te maken hoe mensen in culturele verklaringen geloven, wat voor culturele verklaringen zij geven, waarvoor zij naar allerlei genezers gaan vanuit de religie en de cultuur, terwijl die door een westers geschoolde psychiater met een aanvullende behandelmethode ook heel goed te behandelen zijn. Ja, en ja, u zegt ja, op de westerse manier zijn de zaken heel goed te behandelen. Maar tijdens uw proefschrift, wat is u... Ik hoor u niet zo goed, meneer Speer. Hoort u mij duidelijker? Niet erg veel. Zo. Ja. Ja, nu is het iets duidelijker, is ja. Oké, okay, goed. Ja, dan gaan we verder. Ik zeg, nu is het helemaal goed. Oké, okay, ja. U had het erover dat de westerse... methodieken ook hulp bieden bij, zeg maar, de psychische problematiek als het gaat om de culturele verklaring. Wat zijn zo, zeg maar, de aanbevelingen geweest van die proefschrift? Kijk, er zijn verschillende culturele verklaringen. De westerse geneeskunde werkt volgens het westers model, waarbij men ervan uitgaat, dus dat biologische oorzaken, dus dingen die in je lichaam gebeuren, in je hersenen gebeuren, psychologische dingen, zaken waarover je piekert, psychisch probleem van hebt, en sociale omstandigheden ertoe bijdragen dat je psychische of psychiatrische aandoeningen krijgt. Mm-hmm. Maar men vergeet dat er nog een bijdrage is van cultuur. Men schenkt geen aandacht aan de cultuur. En het eerste model, het biopsychosociale model, die werkt met medicijnen. Je hebt gestandaardiseerde protocollen van als je symptoom A, B, C, D hebt, heb je diagnose X. En voor diagnose X is de geëikte behandeling, medicatie X, Y, Z en gesprekken indien nodig. Maar patiënten praten over het algemeen niet over hun culturele verklaringen, omdat ze denken dat ze niet geloofd zullen worden. En dan krijg je dat ze naast de psychiater ook andere helers, genezers of traditioneel gebied gaan bezoeken. Hulpverleners. Ik wil niet van een genezer spreken, want niet altijd genezen ze. Soms zijn er zoveel bijwerkingen van de handelingen of de middelen die zij toedienen. En ik werk dus volgens het westers model, biopsychosociaal model. Maar daarnaast heb ik ook een aanvullende opleiding gehad. En waarmee ik al meer dan 20 jaar werk. Waarbij men via een lichte vorm van trance teruggaat naar de diepte. Want niet alleen culturele verklaringen beïnvloeden het ziek zijn. Ook trauma's die je in je leven hebt meegemaakt. Trauma's die of verwerkt zijn, of niet verwerkt zijn, of gedeeltelijk verwerkt zijn. En die blijven op de achtergrond als flitsen jouw denken en doen en jouw emoties beïnvloeden. Maar dus vanuit die gecombineerde vorm, het westerse behandelmodel, met deze aparte behandelvorm die ik erbij doe, en dat heet transpersoonlijke regressietherapie, is het heel goed mogelijk om mensen te helpen die jarenlang met problemen liepen en waarvan ze dachten van ik zal mijn leven lang medicijnen moeten innemen of ik ga dood met deze klachten. Ja, in uw boek zijn er 4 thema's, genaamd reïncarnatie, de invloeden van voorouders, bezetenheid en helpende entiteit. Ja. De 4 voornaamste, de verklaringen die het meest voorkomen, heb ik in 4 thema's opgesteld. Mm-hmm.
En als ze in zo'n lichte trance zijn, en ze zeggen van, dokter, het is iets uit een vorig leven, dan is dat reïncarnatie. Maar ze kunnen ook zeggen, dokter, het zijn invloeden van mijn voorouders, zij hebben handelingen gepleegd, of ze deden rituelen die niet meer gedaan worden, waardoor die geesten die ze dienden nu boos zijn en waardoor ik klachten heb. Of ze zeggen, ik ben vervloekt, of mijn voorvader is vervloekt. U kent het begrip kunu of mekunu in de Surinaamse gemeenschap. Dus dat noemen we invloeden van voorouders. En bij bezetenheid komt het meest voor dat mensen zeggen, men heeft visie voor me gedaan. En ja. Men heeft dingen voor me gestuurd om kwaad te doen, waardoor ik ziek word of waardoor mijn relatie niet goed gaat. Dus dat is bezetenheid. Er zijn verschillende vormen van bezetenheid, maar het, ja, anders gaan we te diep in op die materie. En dan heb je invloeden, dan heb je de helpende entiteit. Dus dat zijn, ja, gidsen noemen we dat in het dagelijks leven. Dus dat die zich ook manifesteren. En dan zeggen van, wij adviseren je om zus en zo te doen. Maar niet dat ze zeggen van, als je niet zo doet, dan gaat dat gebeuren. Dus je hebt de volle vrijheid om te handelen. Ja, en zeg maar, om het maar zo te zeggen, patiënten of althans mensen die te kampen hebben met, zeg maar, dit van soort zaken, kunnen bij u terecht en dan kunt u ze, zeg maar, helpen. Nee, heb ik het goed begrepen? Laat mij iets zeggen. Ik ben niet de enige, ik ben wel de enige psychiater die met deze combinatie werkt. Maar soms denken mensen dat zij door culturele dingen beïnvloed zijn. En dan, dus dan beschrijven ze het ook zo. Ik had een patiënte die bij me kwam. En ze maakte een beweging als een slang met haar linkerlichaam zelf. Ja. En ze zei, dokter, ik word benauwd. En dan voel ik die slang zo vanaf mijn voeten naar boven lopen tot naar mijn hoofd. En ze maakte die beweging. Dus die verklaring die de mensen bij helder bewustzijn geven, die accepteer ik. Ik luister het naar, maar niet dat ik de behandeling daarop richt. Ik ga eerst een complete screening maken van wat is er aan de hand. En bij deze mevrouw bleek dat haar vader door een aanrijding was overleden. Haar man ging op de fiets naar het werk en kwam 's avonds op de fiets thuis. En elke keer als ze een sirene hoorde, werd ze angstig. En dan begon ze te hyperventileren. En hyperventilatie kan zoveel vormen aannemen. Dus hier was er helemaal geen sprake van een slang die in haar lichaam liep. Maar het waren de lichamelijke reacties op die angst. En dan leer je ze om te gaan met die angst. Je geeft ze angstdempende middelen. Totdat ze de controle krijgen over hun angst. Maar ik ben niet de enige. Kijk, er zijn genoeg therapeuten in Suriname opgeleid, ja, die ook die culturele verklaringen kunnen behandelen. Ja. En niet iedereen krijgt psychiatrische problemen echt zo diep, maar ze merken wel dus dat hun leven niet loopt zoals het gaat. En dan kunnen ze naar een therapeut gaan of naar een psycholoog. En zoals ik al zei, niet alles wat je als klacht ervaart, ligt op cultureel gebied. Het zijn gewone biopsychosociale problemen. Want zo heb je bijvoorbeeld mensen die een schildklier, hè? Mm-hmm. Als de schildklier te snel werkt of te traag werkt, kan je problemen krijgen die wijzen op bijvoorbeeld depressie. Dan lijkt het alsof je traag bent omdat je depressief bent. Maar intussen werkt je schildklier niet goed. En aan al deze aspecten moet je als medicus aandacht schenken. Niet direct zeggen, je bent depressief, laten we gaan kijken, terwijl er nergens iets te vinden is dat een oorzaak voor de depressie zou kunnen zijn. Want als er geen oorzaak is, ga je ook niet als psychiater of psycholoog kunnen behandelen. Ja. U heeft een publieksversie van uw proefschrift uitgebracht? Jawel. Waar kan men het vinden om het te bemachtigen? Bij FACO, mm-hmm, en bij mevrouw Claudia Hafait. Oh, bij FACO en mevrouw Claudia Hafait. Ja. En wat zijn de kosten voor zo'n publieksversie? In 375 SRD in Suriname. Ik heb het ver onder de kostprijs in de verkoop gezet. Omdat het voor mij belangrijk is dat mensen beseffen wat de invloed is van trauma op hun leven. Wat voor klachten je allemaal kan krijgen.
lichamelijke en geestelijke klachten en welke culturele verklaringen men geeft voor hun problemen. En het is ook van belang voor mensen die bezig zijn op het veld van de hulpverlening. Dat ze weten van, oh, dit kan een rol spelen. Zo moet ik hiermee omgaan. Oké. Okay. Mevrouw Kamala Nanampandi, hartstikke bedankt voor uw bijdrage. Ja. En een fijne dag verder toegewenst.